Hey, hallo en welkom in deel 2 rond het mysterie van Tweelingvlammen. Waarin ik um, van alles vertaal en oplicht en probeer recht te zetten en uit te leggen uh, rond de dynamiek, rond die uh, twe Tweelingvlamconnectie. Wat heel uh, speciaal is, omdat we het niet gewoon zijn. Nu, um, het mysterie van Tweelingvlammen gaat nog verder dan wat ik jou in het eerste deel vertaald heb. En. Um, van zodra dat je eigenlijk in dit leven geboren bent, dan start het proces met je tweelingblad al. Dus op het moment dat je de eerste adem hebt, als het ware zelfs eigenlijk ervoor al, maar om het gewoon tot dit leven te houden, hè, um, begint dat proces al. Zeker als je ingetekend hebt om actief ook hier mee te werken en te helpen bij de heropbouw en de healing van de aarde. Uh, en dat maakt dus dat dan sinds jongs af aan die energetische koord die er sinds jouw ziels bestaan is, dus op het moment dat jullie um, als ziel van de bron afgesplitst zijn, ontstaat ook die energetische koord, die magneet. En um, van jongs af aan, dus het moment dat je weer geïncarneerd bent en jouw uh, twillingblad ook, um, ook al zit er daar dit leeftijdsverschil tussen, dat maakt niets uit, maar wordt die energetische koord eigenlijk ook constant gevoed. En dat is de bescherming van jullie connectie. Nu, dat mechanisme is eigenlijk ook de reden waarom dat de meeste tweelingvlammen onbewust weten dat er daar een liefde buiten bestaat die groter is en krachtiger is dan wat de meeste mensen hebben mogen ervaren tot nu toe. Of gewoon voor altijd uh, al. En uh, dat maakt dat uh, heel veel uh, tweelingvlammen uh, Heel veel ontgoochelingen meemaken op vlak van liefde. En afhankelijk natuurlijk van hun leeftijd, de cultuur, de eigen persoonlijkheid, dan ga je zien dat heel veel um, in zich eigenlijk gaan sattelen in de relatie, of zelfs in de huwelijk, die uiteindelijk hun ziel verlamt En hun eigen vlam die dooft stelletjes aan uit. Nu, dat is eigenlijk ook de reden waarom dat er verschillende soorten tweelingblammen zijn. Maar niet alle tweelingblammen komen op hetzelfde ogenblik naar de aarde, dat is al één. Dat ga je ook zien gewoon in je eigen connectie, hè, waar, het, waar het, uh, jij wat ouder bent, of je tweeling ouder, of er zit er misschien een, een, een heel belangrijk leeftijdsverschil tussen. Ook dat heeft zijn, uh, zijn reden hier. Um, maar ze worden dus niet alleen in verschillende tijdstappen of verschillende uh, generaties geboren. Ze worden dus in verschillende leeftijdscategorieën geboren, ze worden in verschillende culturen geboren, ze worden in verschillende landen geboren, ze worden in verschillende gezinnen, denk maar aan rijk en arm geboren. Um, en dat is allemaal afhankelijk van de lessen die ze willen leren. Niet zozeer leren, maar willen herinneren. Um, en afhankelijk daarvan gaan ze dus meer of minder trauma gaan ervaren. Er zijn bijvoorbeeld koppels die relatief gezien heel weinig dingen moeten en uh, moeten doorwerken omdat hun missie helemaal anders is dan andere tweelingvlammen die misschien al heel wat trauma en heel wat achter de kiezen hebben. Um, want um, je mag niet, niet vergeten dat tweelingvlammen zielen zijn die eigenlijk alles al weten. Maar om hier op een grote schaal, dus dat bedoel ik op aarde, zelfs in het universum, op een grote schaal van invloed te kunnen zijn, moesten ze opnieuw doorheen dat hele proces van incarnatie gaan. En hierdoor transformeren ze onmiddellijk al heel wat van die donkere laagtrillende energieën op aarde. Wat dat er dus voor gezorgd heeft dat veel zielen in de loop van dat proces eigenlijk al verdwaald zijn in die sluiers van vergetelheid. dat we niet wisten waarom we weer hier waren. Dat we niet wisten dat we überhaupt tweelingblammen waren met een belangrijke missie. En we, wat is er dan gebeurd? Heel veel tweelingblammen hebben eigenlijk alle ballast dat ze mee op zich genomen hebben. Alle ballast dat ze um, als in hun rust had gekregen om mee te helpen transformeren, hebben ze eigenlijk dat aangenomen als hun en identiteit, als dat wie dat ze zijn. Uh, maar dat klopt dus niet. En nu dat de poorten weer open zijn en, en ook de energieën van de sterrenfamilies en andere lichtwezens dichter bij de aarde zijn, is het voor tweelingblammen gewoon veel eenvoudiger om te gaan herinneren wie dat ze zijn en waarvoor dat ze hier zijn. En zo ga je zien dat, dat jij ook als tweelingblam of tweelingblammen als je kijkt, voor iemand anders. Um, zeg stap voor stap ook gaan herinneren dat ze niet van de aarde afkomstig zijn. We zijn het wel, maar we zijn niet afkomstig van um, die. En we hebben dus verbinding met heel veel andere stellers. Sterrenstelsels. <laughs> dat is een lastig woord. Sterrenstelsels. Um, net zoals ik bijvoorbeeld afkomstig ben van Andromeda, uh, net als mijn tweelingvlam, zullen vele van de tweelingvlammen dat ook zijn. Maar niet elke tweelingvlam is per definitie afkomstig van Arturia of van Andromeda. Um, bovendien is ook zo, en dat is ook een van de vragen die mij al reeds gesteld geweest zijn, dat niet alle tweelingbladen per definitie dezelfde afkomst hebben. Dus dat is dus niet omdat ik en mijn tweelingblad van hetzelfde um, afkomst of verbindingen met hetzelfde stellenstelsel, dat jullie dat ook zijn. Dat is afhankelijk van waar dat jullie als ziel gekozen hebben om ten eerste als eerste te incarneren. Um, zo ben ik bijvoorbeeld voor de eerste keer geïncarneerd op een planeet in het Arctur Arcturische stelsel, maar ook nadien ben ik bijvoorbeeld voor de eerste keer als mens geïncarneerd op de Pleiade. Dus dat is helemaal anders. En um, net omdat ik hier nu op aarde ben als healer samen met mijn tweelingvlam, um, is die verbinding met het Arcturische stelsel veel belangrijker. Maar wij hebben ook meer dan één missie, want je blijft immers niet in je hele leven hetzelfde gaan doen. Um, dus dat is ook weer het stukje wat je ook moet in je achterhoofd houden. Of dat je moet weten van waar er nu nood aan is. Dat zal niet meer per definitie belangrijk zijn. <coughs> Excuseer, het is bevestigd. Het zal niet meer zo belangrijk zijn in 2033. Dus de noden veranderen. En zo veranderen eigenlijk, of evolueren eigenlijk meer, onze missies ook. Dus je hebt niet één missie dat je voor de rest van je leven gaat gaan doen. Dat evolueert en dat is sowieso ook weer verbonden met je eigen zielschuld. Dus door net ook te doen waar je blij van wordt, ga je automatisch op dat pad van je ziel gaan lopen. En je vervul je de missie die op dat moment, eigenlijk op dat ogenblik, het belangrijkste is. Dus het kan zijn, ook hier, dat jij en je tweelingvlam een gezamenlijke missie hebben. Maar dat hoeft ook niet. Het kan ook zijn dat jullie ervoor gekozen hebben om elk een eigen missie te hebben. Vanuit je eigen talent, vanuit je eigen... Uh, energie waar jullie mee verbonden zijn. Vanuit de eigen haven, vanuit de eigen talenten, vanuit de eigen interesses. En dan is het ook belangrijk om je daar niet op vast te zetten uh, vanuit het idee van tweelingvlammen hebben een gezamenlijke missie. Ja, de gezamenlijke missie voor de meeste tweelingvlammen is samenkomen en hun energieën verbinden. Maar ook daar is zelfs niet bij iedereen um, de missie dat ze ook fysiek samenkomen. Dus ook dat is weer uh, belangrijk om daar echt bij stil te staan en iedere keer alles weer los te laten en te vertrouwen. Op je eigen proces. Dus ook hier weer. Um, doe wat goed voor jou voelt. En laat je niet vastzetten door labels. Net zoals ik gisteren verteld heb in een andere video rond de mannelijke en vrouwelijke labels die ondertussen geworden zijn. Want voordat je het weet, zet je weer vast in een systeem waar je net probeert los te breken van een heleboel systemen en structuren en templates. Dus. Um, en dat is ook de reden waarom ik in de vorige uh, video vertelde over het nieuwe leven dat ik zie ontstaan van die mannelijke en die vrouwelijke energie. En de bedoeling is net dat we alles gaan overstegen. Dat we niet alleen alles die uh, verbonden wordt met het geslacht. Maar zelfs ook met die energieën gaan oversteken. We zijn eenheid. We zijn mannelijk. We zijn vrouwelijk. We zijn eigenlijk gewoon energie. En dat wil ook zeggen dat je ook niet moet um, identificeren met je lichaam. Dat je ook niet moet identificeren met je persoonlijkheid. Zie het allemaal als tools, als middelen, als hulpmiddelen voor jouw ziel om zichzelf hier te realiseren. Om zichzelf hier um, van dienst te kunnen zijn door uh, de, de eigen unieke trilling. En dat is jouw authenticiteit. Um, en daarom is het ook belangrijk om te leren leven vanuit die essentie. En vanuit die essentie je leven vorm te gaan geven. En dat is uiteindelijk waar de ascensie ook over gaat. Um, dat is waarom dat we moeten leren, zeker ook als tweelingblammen, werken met de universele blammen. Niet, niet alleen omdat we als tweelingblammen daar zo diep mee verbonden zijn, maar ook omdat het de snelste en de meest evogene manier is om schaduwen en pijnen te healen. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen, op plaatsen, voor de aarde, voor wat dan ook maar kan zijn. Um, en je hoeft daar zelfs niet fysiek voorbij uh, aanwezig te zijn. En daar is wat er ook gebeurt wanneer je in dit leven voor de eerste keer weer bewust met je tweeling van verbindt. Dus het proces van die voortdurende uitwisseling van energieën komt een sterkere opgang. En uh, waar dat voorheen dus, um, van het moment dat je geboren bent, uh, wat was op de achtergrond en wel die energieuitwisseling was, maar dat je niet bewust was en dan zeker niet uh, fysiek aanvoelde, of toch meestal niet, um, Brengt eigenlijk enorme chaos teweeg wanneer je bewust met je tweelingvlam verbindt? En, um, sommigen noemen het een Kundalini-ontwaking, anderen gaan spreken over de donkere van de ziel. Uh, het maakt niet uit. Maar bij tweelingvlammen weet je dat die Kundalini er eigenlijk ook altijd al geweest is. Het verschil is dat je nu de energie van je tweelingvlam veel sterker en veel krachtiger gaat voelen bij jou, in jou. Net alsof dat ze letterlijk fysiek naast je staan, net alsof dat ze jou echt aanraken. Net alsof dat ze naast jou in bed liggen, net alsof dat je uh, echt fysieke seks met hen hebt. En dat maakt astrale seks met je tweelingblam ook zo magisch en zo uniek. Um, bovendien uh, weet hij ook altijd al dat je kunnen telepathisch praten of communiceren met jouw tweelingvlam. Uh, je, je, je had misschien gedacht dat het een engel was of een gids. Of misschien zelfs gewoon jouw eigen gedachte, maar dat zal niet altijd zo geweest zijn. Um, en naarmate dat je bewuster loopt, en dus op je eigen pad van ascensie, je eigen pad van bewustwording loopt, en dus meer aan jezelf waard, zou je nog meer en dieper mogen en kunnen ervaren hoe bijzonder en krachtig dat deze connectie is. Het is. Liefde is de meest pure vorm, maar dat vraagt van jou om naar binnen te gaan, om op zoek te gaan naar je echte zelf. Om al die schaduwen die jouw tweelingvlam sowieso anders gaat triggeren en te spiegelen, om die te zuiveren en los te laten, dingen anders te gaan doen. En dat brengt me dan weer op de relatie die tweelingvlammen hebben, onder andere met die universele vlammen. Maar nou, dat ga ik je over vertellen in de volgende video, want ik wil de video's niet te lang houden, zodanig dat je het echt gewoon snel kan uh, um, integreren en uh, opnemen. Zo, dus in de volgende video vertel ik je meer over de connectie tussen tweelingvlammen, de relatie van tweelingvlammen en die met de universele vlammen. Tot in de volgende!